Helaas is het ons niet gelukt vanavond op de punt boven Dordrecht te eindigen. Dat betekent dat we volgend jaar in de tweede divisie uitkomen. Ja, boy. Het is nu definitief, hè. Juridische procedures of wat dan ook. Het is gewoon afgelopen. Ja, die kunnen de prullenbak in. Ik zei, we hadden echt een goed gevoel over deze wedstrijd. Gewoon over erin zouden blijven. Maar het was vandaag allemaal gewoon net niet. Die mededeling toch vrij kort voor de wedstrijd van die puntenaftrek. Heeft dat nog enigszins meegespeeld? Jullie wisten dat het eraan zat te komen, maar toch? Ja. Op het moment is natuurlijk schandalig, maar we waren gisteren al gewaarschuwd dat ze dat waarschijnlijk net voor de wedstrijd zouden doen. Dus we wisten dat het eraan zat te komen, maar ja, het speelt toch natuurlijk weer even in je hoofd. Maar daardoor hebben we die wedstrijd niet verloren vandaag. Ja, je bent met z'n allen een half jaar bij zo hard aan het werk om erin te blijven. En je merkt dat je steeds dichterbij komt. Ja. Omdat je nou zo wedstrijd speelt, dat is gewoon uit de zonde. Heel pijnlijk. Heel pijnlijk, ja. Ik houd rekening met een mooi scenario dat het kan lukken. Maar goed, we hebben dit seizoen natuurlijk ook al heel vaak rekening gehouden met degradatie. Dus ik wist dat het eraan zat te komen natuurlijk en dat het kon gebeuren. Dus je bereidt je er natuurlijk wel op voor. Maar het is natuurlijk wel een klote einde van een hele mooie periode die ik hier heb gehad.